de crisis noodzaakt ons om dat te doen. Want anders kunnen wij niet aan die woningbehoeften voldoen. En als wij op een traditionele manier dit vraagstuk benaderen, dan schiet het niet op. Dan heeft iedereen een hele goede wil, maar uiteindelijk gebeurt er helemaal niets. Welkom bij Bouw, Woon, Leef. Drie werkwoorden die nog hoop bieden in deze tijden van de crisis. Want de ene crisis stapelt zich op de andere tot er een muur is waarachter je niet meer ziet wat er wel kan. Want als de geschiedenis ons iets leert, dan is dat wel dat we in een crisis razendsnel kunnen handelen en innoveren. Zou deze wooncrisis dan ook kunnen leiden tot versnelling en innovaties? Op het slachthuisterrein in Haarlem vroeg ik bouwer Danielle de Nijs waar ze zich het meest zorgen over maakt in deze barre tijden. Op korte termijn maken we ons het meest zorgen om de grondstoffen en de leveranties. Daar zien we dat er meer evenwicht op dit moment komt tussen vraag en aanbod. Dus we hopen eigenlijk dat de leveranties onder controle zijn. De stijging van de grondstofprijzen, dat zal wel even een tijdje gaan duren. Dus ja, daar zal de markt zich ook aan moeten wennen. Wat is nou het allerduurst? Wat je ziet is dat de grondstoffen die veel energie vragen, denk aan staal, ijzer, zink, die zijn echt op dit moment best duur. En we zien ook niet dat dat al dalen is. Maar wat je wel ziet is dat de hernieuwbare grondstoffen, denk dan bijvoorbeeld aan hout, dat dat een hele stabiele markt op dit moment is. En dat het project dat wij een jaar geleden volledig hebben uitgerekend in hout, nu eigenlijk nog hetzelfde kost. Dus we moeten kijken naar producten die minder energie vragen. Maar ligt daar niet ook een enorme kans dan eigenlijk? Ja, er ligt zeker een kans. We hebben een aantal jaren geleden al gezegd, laten we ons nou focussen op houtbouw. Zodat we ook een beetje voorlopen op de markt. Dus wij zijn in Heerengewaard bezig met het grootste houtwoningbouwproject van Europa. En dan gaan we 5 houten torens bouwen voor de koopmarkt. Dus eigenlijk heeft de crisis houtbouw versneld, zou je zeggen? Ja, ik denk dat door crisis eigenlijk de bouw uit zichzelf gaat innoveren. We moeten wel, hè. We kunnen niet traditioneel door blijven gaan. Dus je ziet dat houtbouw erbij komt. Een stukje prefabricering, standaardisering. Dat zie je met name de grondgebonden woningen. Maar ook in appartementengebouwen zijn we steeds meer bezig om iets te standaardiseren en iets wat makkelijker op de bouwplaats te krijgen. Behalve hout zie je er ook op een run op hergebruikte of gerecyclede materialen? Ja, we zijn bijvoorbeeld bij de Vondeltuin geweest. Daar hebben we alleen maar met gerecyclede materialen gewerkt. Superleuk. Heel veel materialen ook die bij de werf in de gemeente Amsterdam lagen. Waarvan we gekeken hebben van wat kunnen we oogsten en wat kunnen we terugbrengen bij de Vondeltuin. Ja, dat is super goed gelukt. Maar ook hier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk van gerecyclede materialen te gebruiken. Denk aan grote balken die we hebben kunnen oogsten en weer terugbrengen in de oudbouw. Denk aan dakpannen die we van het ene gebouw afgehaald hebben en weer het andere gebouw hebben teruggebracht. We hebben hele grote koelcelwanden die we verscheept hebben naar Afrika. En zo probeer je eigenlijk bij elk materiaal wat je vrij krijgt te kijken van kan ik het hergebruiken. Nou, het enige is nog dat het zo langzaam gaat. Met modulaire bouw zou je sneller kunnen gaan. Wat is daar de toekomst van? Wij zijn met name een binnenstedelijke bouwer, dus wij doen grote flatgebouwen in bijvoorbeeld Amsterdam. En daar zie je dat modulair bouwen best heel erg lastig is, hè, want elk gebouw heeft een andere vorm. Maar daar proberen we te kijken naar elementen die we kunnen standaardiseren. Denk bijvoorbeeld aan de badkamer, de meterkast, de trappenhuizen, maar ook gevelelementen. Ja, alles wat je kunt prefabriceren of modulair maken, ja, dat maakt het op de bouwplaats veel makkelijker om in elkaar te zetten. Hebben we minder uren nodig en daarmee kan het ook goedkoper worden. Dus op die manier is modulair ook de toekomst. Ja, zeker weten. Edward, we staan hier bij een braakliggend stuk grond. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ligt het stil of gaat hier gebouwd worden? Het ligt niet stil. We zijn zelfs al aan het bouwen. Alleen niet hier, maar in de fabriek. Dus alles wordt in delen wordt het nu gefabriceerd in de fabriek. En we gaan volgend jaar gaan we het hier op de bouwplaats in elkaar zetten. Modulair bouwen dus in de oksel van de Gooiseweg in Amsterdam Zuidoost. 69 appartementen in woongebouwen van hout. Hier moet de crisis een rol in hebben gespeeld. Niet helemaal. We waren al gewoon begonnen om heel modulair dit zaakje hier te maken.
heel duurzaam aan het spul in elkaar te zetten. Dus de woningen all electric. En zorgen dat de mensen zo min mogelijk lasten straks hebben voor de energie enzovoort. Dus wij waren al zo bezig. Maar het is wel een manier waarop je dus gewoon in mindere tijden door kunt gaan. Dus mensen die krijgen, doordat het zo goed geïsoleerd is, doordat het zo duurzaam is, krijgen ze een lagere energielast. En doordat je gewoon op die manier het zaadje in elkaar zet, kun je ook gewoon zorgen dat mensen ook met een mindere beurs dit kunnen blijven betalen. Dus dit is eigenlijk de toekomst? Dus dit is de toekomst, ja. Dus alle woningen zouden op deze manier modulair, circulair, duurzaam, eventueel tijdelijk gebouwd kunnen worden? Alle woningen kunnen dus op deze manier circulair en tijdelijk gebouwd worden. We hebben hier een torentje van 8 lagen hoog. We maken zelfs ook gewoon de kern in hout. Dus geen betonnen kern erin. Alles in hout. We kunnen in dit systeem zoals we hier gemaakt hebben zelfs tot 11 lagen hoog. We hebben hier moeten rekening houden met de buurt. Dus daarom is je naar 8 lagen hoog gegaan in verband met slagschaduw. Maar je kunt dus ook gewoon nog hoger volledig in hout zoals we hier doen. De aanpak bij dit project is een kans. We zijn hier helemaal modulair gegaan. Dus je zou kunnen opschalen. Maar dan moet je gewoon zorgen dat je voor in de keten ook gewoon zorgt dat je modulair werkt. Dus een stedenbouwkundige moet ook gewoon modulair gaan denken. En niet zorgt dat die stedenbouwkundig plan maakt waarbij je dus weer een soort prototype moet maken die ontzettend duur is in de bouwsystematiek. Dus het modulaire denken, en ik noem dat zelf altijd maar modulaire stedenbouw, dat moet ook vanaf het begin moet dat ook gewoon geïmplementeerd worden. En dan kun je dus ook gewoon zorgen dat al die gebouwen in hun bouwkosten goedkoop blijven. En ook het eindproduct voor die klant ook goedkoop blijft. Kunnen we daar de aantallen mee halen? Is er genoeg aanbod? Er is aanbod. Heel veel bedrijven zijn nog een klein beetje aan het spelen varen, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat het binnen een jaar of anderhalf, twee, dat het allemaal wel op peil is. En dat ook gewoon er meer rust is, ook in de kennis, omtrent deze methode. Van spelen varen is geen sprake meer als het aan Roberto Meijer ligt. Al decennia lang worden zijn ontwerpen over de hele wereld uitgevoerd en geprezen. Maar nu het aantal mensen dat acuut een woning nodig heeft, de spoedzoekers, dagelijks stijgt, kan hij niet stilzitten. Hij zet nu al zijn ontwerpkracht in om betaalbare, modulaire, snel te bouwen, duurzame woningen te maken. Ik spreek hem in zijn kantoor aan de rand van het Amsterdamse havengebied bij de Houthavens. Roberto, we staan hier bij jouw kantoor. Achter ons de resten van de crisis, zeg maar. Maar we zitten in een crisis. Hoe red jij het nu? Als we kijken hiernaar, ik bedoel, is dit de toekomst? Nou, kijk, we staan hier in de Houthavens nu natuurlijk. Wat heel leuk is, het is echt een heel dynamisch gebied van Amsterdam. Wat echt behoorlijk gaat veranderen in de toekomst. Maar wat we hier zien is natuurlijk echt materialen waar we tegenwoordig gebouwen van maken. Hè? Want die worden allemaal gerecycled. Het staal wat je verderop ziet, glas, hout. Eigenlijk ook onderdeel van de tijd waarin we nu leven. Nou, sta je bekend als een architect die met prachtige gebouwen maakt die niet goedkoop hoefden te zijn? Heb jij een switch gemaakt? Nou, in zekere zin wel. Ik denk, er is een onderscheid tussen projecten. Je hebt natuurlijk de hele specifieke projecten met een heel speciaal programma. Of je nou over theater hebt of een... dat zijn natuurlijk geen. Daar hou je gewoon het traditionele ontwerpwerk van A tot en met Z. En ook de bouw blijft daarin bestaan. Maar de switch die ik gemaakt heb is eigenlijk meer. Misschien komt dat ook door de grijze haar. Dat ik denk. Ik zou heel graag invulling willen geven aan een dergelijk groot maatschappelijk probleem wat we hebben. We hebben 400.000 spoedzoekers nu op dit moment in Nederland. Ja. En het schiet niet op. Nee. We roeien eigenlijk achteruit. Dus dat is iets wat we nu hebben geprobeerd op te lossen. We hebben daar gelukkig hele mooie partners in gevonden. Want je ziet heel vaak bouwers die nu dingen gaan prefabriceren, maar het vergt een hele andere manier van denken. Je bent een product aan het ontwikkelen. Een product aan het maken. Of nou een telefoon is of een auto of een appartement, maar op dat level. En die hebben we gevonden. Dus we hebben een partner in Letland gevonden, een van de allergrootste producenten. En heel simpel, ik kan me als architect in al die jaren dat ik gewerkt heb niet voorloven om iets te doen wat niet goed is. Dus daarom zijn we hier ook al 5 jaar mee bezig om met elkaar te kijken hoe kunnen we het allerbeste product voor de Nederlandse markt maken die afgestemd is op alle regelgeving. En hoe kunnen we dat productieproces ook afstemmen op de behoeften hier.
Dat houdt in dat we bijna 600 woningen per maand kunnen produceren. Dat is echt, ik heb het over echt behoorlijke aantallen. Het is niet ergens in een boerenscheur, kom we gaan de 10 maken. Nee, het is in één keer serieus, maar ook serieus kijken hoe we dit vraagstuk met z'n allen kunnen oplossen. Want daar gaat het uiteindelijk. Precies. En die woningen hebben ook allemaal verschillende oppervlaktes? Die woningen hebben eigenlijk diverse oppervlaktes. En het interessante wat we nu ontwikkeld hebben is dat het de woning niet op hoeft te houden daar waar de module ophoudt. Dus we kunnen ze ook schakelen waardoor eigenlijk grotere oppervlaktes ook denkbaar zijn en mogelijk zijn. Dat zijn studies geweest natuurlijk, bouwvisies gezien, qua brandweerendheid. Dat is helemaal geëngineerd en helemaal uitgezocht nu hoe dat werkt. En al die mensen heb je hier op je kantoor werken ook, ja. Hè? Ja, die daaraan werken. Ja. Dus jij kan binnen 40 weken 2000 woningen zoiets opleveren. Ja. En de crisis zou dit kunnen versnellen? Nou, de crisis noodzaakt ons om dat te doen. Want anders kunnen wij niet aan die woningbehoeften voldoen. En als wij op een traditionele manier dit vraagstuk benaderen, dan schiet het niet op. Dan heeft iedereen een hele goede wil, maar uiteindelijk gebeurt er helemaal niets. Never let a good crisis go to waste, zei Winston Churchill al. En laten we dan leren van de geschiedenis. De tijd van praten en goede bedoelingen loopt een einde. En de tijd is rijp om de kans die deze crisis biedt met beide handen aan te grijpen.